Dinsdagochtend, 11 september 2001. Twee vliegtuigen vliegen in de Twin Towers in het World Trade Center, New York. Bij deze terroristische aanslag kwamen bijna 3000 mensen om het leven uit 90 verschillende landen. Niet veel dagen later, op 20 september, verklaarde George W. Bush de War on Terror. Dat was meer dan 16 jaar geleden. Maar wat zijn we in die tijd eigenlijk opgeschoten? Na 20 september 2001 zijn er namelijk nog meer dan 700 terroristische aanslagen gepleegd. Met rond de 20.000 doden en 15.000 gewonden tot gevolg. Men kan zich afvragen of de War on Terror terrorisme bestrijdt of juist verergert. Net zoals de War on Drugs zorgde voor meer drugdealers. Data van de Amerikaanse overheid laat zien dat na de invasie van Irak terrorisme toenam met een factor van 7. We moeten terrorisme niet bestrijden door bommen te werpen en daarmee hele steden van de kaart te vegen. We moeten terrorisme aanpakken bij de kern en aanpakken bij het begin. Bij jongeren die opgroeien in een situatie van armoede en oorlog. Als je deze jongeren leert innovatief na te denken, zullen zij met innovatieve oplossingen komen voor hun problemen in plaats van terrorisme gaan zien als een uitweg. Maar zoals Malala, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, ooit heeft gezegd: met een geweer kan je een terrorist doden. Maar met onderwijs kan je terrorisme doden. Radicale groeperingen werven jongeren met het Westen is slecht idee. Als wij deze basis waarop ze deze jongeren werven weghalen, zal terrorisme sneller verdwijnen dan dat we het ooit kunnen bestrijden met bommen en geweren. In plaats van haat willen bestrijden met haat en willen vechten voor vrede, moeten we het bestrijden met hoop en bestrijden met liefde. Pas als we van onze fouten leren en deze filosofie gaan toepassen in onze wereld, kunnen we in een samenleving terechtkomen waarin een terroristische aanslag niet het nieuws van de dag is. Zoals Martin Luther King ooit heeft gezegd: duisternis kan geen duisternis verdrijven. Enkel het licht is daartoe in staat. En haat kan geen haat verdrijven. Enkel liefde is daartoe in staat.